Want het Mohammedaanse geloof past niet in Nederland. En daartoe moeten we dus allerlei discriminerende maatregelen worden genomen. In de allereerste plaats zal alle immigratie uit Mohammedaanse landen, uit islamitische landen, zal worden stopgezet. Waarbij ook steeds weer, overal waar islam staat in het programma, staat daarvoor het bijvoeglijk naamwoord oprukkend. Het is op de oprukkende islam. Hij is altijd bezig met op te rukken. En het interessante is eigenlijk dat je ook daar denk je als lezer, nou ja, tenminste deze lezer, zegt jongens, hoe zit het nou met de cijfers? Zullen we nou eens even kijken hoeveel islamieten per jaar in Nederland binnenkomen? En je denkt dan natuurlijk in het bijzonder aan Marokkanen en Turken, want daar ging het altijd over. En dan zul je zien, u kunt dat zelf even opzoeken straks bij de website van de CBS. En dan zult u zien dat in de afgelopen jaren eigenlijk steeds minder dan 1000 mensen netto uit Marokko en Turkije naar Nederland zijn gekomen. En ik wil wedden, als Erdogan zich niet zo ongelooflijk stomzinnig had gedragen, dat er zelfs een kantelpunt mogelijk zou zijn geweest waarbij meer Turken uit Nederland verdwijnen terug naar Turkije dan dat er Turken uit Turkije naar Nederland komen vanwege allerlei andere overwegingen. Dus in feite is er al enige tijd helemaal geen sprake meer van massa-immigratie uit islamitische landen. Dat is al min of meer stopgezet, in feite. Mensen met een hoofddoekje mogen nergens in de publieke dienst zijn. Dus overal waar mensen in publieke dienst werken, ambtelijk bezig zijn, mag je geen hoofddoekje dragen. Dat zal inderdaad bij de gemeente Utrecht er fors inhakken. Want ik heb mijn hele nieuwe rijbewijs te danken aan een brigade van dames met hoofddoekje. Ja, ik moet zeggen, ik zit er helemaal niet mee. Als ze nou hadden gezegd dat ik voor de foto op het rijbewijs ook een hoofddoekje op moest, dan dacht ik, oké, dat is een beetje, dat is de oprukkende islam. De oprukkende.